Yo, hallo dames en heren, vet dat jullie kijken naar een Split Splinter nieuwe video. Vandaag ga ik een prank call doen met een hele goede vriend van mij. Dus ik ga die vriend bellen en ja, jullie gaan het gewoon zien. En jullie zien het na de intro. Oké, het gaat nu beginnen. Oh my god. Yo man. Yo man. Hoe is het? Ja. Het gaat niet zo lekker, man. Waarom niet? Nou, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Ja, vertel, wat is er dan? Nee, maar dit is best wel erg, man. Ik durf het niet tegen mijn moeder en vader te zeggen. Het is echt super kut, echt waar. Ja, is goed. Oké, ik ga het zeggen. Man. Ja, ik ga het zeggen. Nou, je weet toch wel dat ik laatst met een chick ging afspreken en zo? Ja. Ja, nou... Ik heb haar zwanger gemaakt, man. Echt, hoe kan dat? Waarom? Je bent pas 17. Ja, dat weet ik, maar... Weet je wat het was? Wij dachten van... Ja, we doen het gewoon zonder Corny en zo. Ja, oké, man. Nu sta ik ook zwanger. Corny, ja. Nee, dat weet ik, maar ik dacht ik doe het gewoon zonder Corny en dan... Ja, we hadden geen Corny's meer, zeg maar. Ja, maar wat als je ouders achterkomen, wat dan? Ja, dat bedoel ik. Ik wou aan jou vragen van, ja, hoe moet je dat doen, weet je? Hoe ga ik dat aan mijn ouders vertellen? Eerst even zwangerschapstest doen of ze zwanger is. En dan, als ze zwanger is, dan is ze op tijd laten weggaan. Als het niet meer kan, dan... Ja, maar misschien wil ik de baby wel houden. Nee, want je bent pas 17 en dat kan niet. Nee, maar ik denk dat ik wel een hele goede vader kan worden, zeg maar. Nee, ik wil dat niet, man. Nee? Nee. Maar is dat niet gek of zo? Dat is heel gek. Dat ze zwanger is en zo en ik heb nog niet eens met haar, zeg maar. Ja. Ja, mijn moeder, die wordt echt super boos. Ja, daarom. Nee, maar serieus, wat moet ik... serieus, fuck, kill. Want dit soort dingen gebeuren mij altijd, weet je. Ja. 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 Nee, ik moet je wel vertellen, man. Ja, het was gewoon een grapje, man. Nee, joh. Hey, gelooft jij het echt of niet? Ja, man. Maar ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Als jullie hem nou leuk vonden, doe even dat duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hieronder. Die abonnees gaan super hard. Dus laten we gewoon lekker verder gaan. En ja, volg me op social media en alle platformen. En dan zie ik jullie weer. Later. Ja.